Klassement is er in eerste plaats voor leraren die elkaar willen helpen en inspireren door hun materiaal te delen. Ook organisaties delen hun aanbod met leraren via Klassement. Maar ouders zijn ook welkom om materiaal te zoeken. Deze korte rondleiding door de site helpt je vinden wat je zoekt. Eerst en vooral, je moet registreren. Dat is gratis voor iedereen en kan vanaf 18 jaar. We vragen om je gegevens correct in te vullen. De wekelijkse nieuwsbrieven zijn gericht op leraren, maar je mag je natuurlijk inschrijven. Tot slot vink je andere functie aan. In de volgende stap kies je voor de functie ouder. Er wordt nu een mail naar je gestuurd. Klik op de bevestigingslink in die mail. Vanaf dan kan je alles downloaden op de site. Ik ga er even vanuit dat je registreerde om extra oefenstof voor thuis te zoeken. Daarom concentreer ik me op de zoekbalk op de homepagina. Daar begin ik bijvoorbeeld maaltafel te typen. Na enkele letters zie ik maaltafel als een suggestie. Het is best om die suggestie aan te klikken om de zoekactie te starten. Ik zie onmiddellijk dat er een pak resultaten zijn. Die kan ik gaan verfijnen door in de filters links het gewenste leerjaar aan te duiden. Het aantal leermiddelen verkleint omdat ik tweede leerjaar koos. Bovendien kan ik de resultaten beperken tot het vak wiskunde. Wel even goed opletten dat ik wiskunde in het lager selecteer. Als laatste stap filter ik op downloadbaar lesmateriaal. Dan krijg ik resultaten die ik eenvoudigweg kan downloaden en printen. Nu zie ik een mix van recente en goed beoordeelde leermiddelen. Die kan ik opnieuw sorteren op scoren om de beste bovenaan te zetten. Bij sorteren op datum zie je de nieuwste bovenaan. Op dit moment is het topresultaat de mini-logo van leerkracht Maddy Leemans. Ik klik op het item om het te openen. Nu beland ik op de pagina van het leermiddel. Met de knop Bekijk krijg ik een voorbeeld te zien. Ik bekijk de mini-logo en beslis dat dit is wat ik zoek. Het bestand downloaden kan met de knop Download. Zo bewaar ik het op mijn computer. Daar kan ik het openen en afdrukken. De leerkracht bedanken kan eenvoudig via een reactie. Zo kan ik vertellen waarvoor en hoe ik het document gebruikte. Om dit document later snel terug te vinden, maak ik er een favoriet van. Dat doe ik met de knop Maak favoriet. Door de favoriet in een handige map te stoppen, blijft mijn lijst met favorieten overzichtelijk. Via de knop linksbovenaan kan ik terug naar de resultaten of het volgende leermiddel bekijken. Door in het invoerveld te typen, kan ik mijn zoekactie aanpassen, zonder de andere filters te verwijderen. Zo zoek ik meer gedetailleerd. Met de kruisjes naast de geselecteerde filters kan ik er ook verwijderen. Zo kan ik downloadbaar lesmateriaal wissen en vervolgens in de filter kiezen voor apps of software. En die resultaten kan ik dan weer beperken tot resultaten voor iPad, Android, Windows, Chrome of Mac. Om helemaal opnieuw te starten, klik ik op het vuilbakje Wis alles of op het logo om terug te gaan naar de homepage. Met deze tips vind je zeker wat je zoekt. Onthoud vooral, zoeken en filteren doe je als een trechter. Zoek eerst breed en zonder filters. Pas wanneer je zoekresultaten vond, ga je ze verfijnen op vak, niveau of soort. Heb je vragen, dan staan we voor je klaar.